Een webmaster is de beheerder of de eigenaar van een bepaalde website. Iedereen die een website beheert op welke manier dan ook kan gezien worden als een webmaster. Een webmaster hoeft niet de eigenaar te zijn van een website om aangemerkt te kunnen worden als webmaster. De belangrijkste taak van een webmaster is het onderhouden van de website en het geven van invulling aan websites. Het beroep webmaster kan qua moeilijkheid enorm verschillen, omdat een webmaster niet in alle gevallen een programmeur hoeft te zijn. Er bestaan ook voldoende websites die gebruikt kunnen worden zonder specifieke ICT-kennis als webmaster. Als een webmaster zelfstandig een website zal opbouwen vanaf niks, is het wel erg belangrijk dat een webmaster over de juiste kennis beschikt. De term webmaster moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat een webmaster ook werkzaamheden kan uitbesteden afhankelijk van de soort website en werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan tekstschrijvers die de website namens de webmaster voorzien van de juiste content. Een ander voorbeeld kan weer zijn SEO-specialisten die gespecialiseerd zijn in het vindbaar maken van artikelen voor de webmaster. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een webmaster het beste omschrijven als het up-to-date houden van websites, wat betrekking heeft op technische aspecten en op inhoudelijke aspecten. Het werken als webmaster is de afgelopen jaren stukken makkelijker geworden, omdat het fysiek bouwen van een website vaak niet meer nodig is. Wel kan het alsnog belangrijk zijn om een website aan te passen voor specifieke taken. Ook SEO-kennis blijft belangrijk, omdat het starten van een website verder niet veel te maken heeft met de uiteindelijke vindbaarheid van een website.